Zo'n luitenant, ja, blop, haal die sigaret uit. Ik zei, deze, ja. Dus ik stond die sigaret uit en ik steek een andere man. Ik dacht dat ze strepen van zijn mouw sprongen, hè. Die ging helemaal over de zijk. Wassink, luitenant Wassink. Ja, heren, ik val precies in jullie gesprek. Sorry, ja. Maar we zitten net al even te kletsen en... Laten we even beginnen bij het begin. 1665. En met Dennis, bij jou ben ik al eens geweest bij het crematorium. Jij werkt voor de gemeente Middelburg, maar je bent ook van het Corps Mariniers. Daar zat je in het verleden. Verleden, ja. En ja, nu hebben we bijna de stadsfeesten in Middelburg. En daar is ook de Veteranendag. En jullie zijn ook veteranen, zeg ik het goed? Nee. Kijk, daar gaan we al. Nou, corrigeer me en vertel hoe het zit. We zijn oud gediend en Hans al wat langer dan ik. En de Veteranendag is puur voor mensen die daadwerkelijk in operationeel hebben gezeten in crisisgebied. Wat wij gaan doen is op de Zeeuwse Veteranendag het contact als Mariniersafdeling Zeeland vertegenwoordigen. Want wij bestaan dit jaar 50 jaar en wij zullen daar staan met een mooie grote tent. We hebben een tweetal voertuigen en wij mogen meelopen in een defilé. Wat dan gedaan wordt door de veteranen. Wel door de veteranen. Dus er zit wel een overlap in, maar het is niet hetzelfde. Correct. Ja, ja. En nou... Nou, heb ik net kennis gemaakt met Hans, hè? Jij bent Hans? Ja. Hans hoe? Hans Blommer. En Hans, jij bent van begin jaren 70, zat jij bij het Korps Mariniers? Opkomst 7310, ja. Klas 204. En je bent van oorsprong een Zeeuws-Vlaming, ja. En je woont nu in Goes. Ik was in reservebelg en ik ben nu Zuid-Beverlander. Ja, en, maar nu zit je in Middelburg en... Ja. Hey, zoals wij altijd zeggen, wij zijn de stad. Wat vind jij daarvan? Ja, jullie zijn de hoofdstad en Goes is het hart, hè. Ja, kijk, dat is wel een hele duidelijke taal. Maar jij bent wel, welke datum is het precies? 10 juni, 8 juni? 8 juni. 8 juni ben jij present in Middelburg? Ja. En wat gaan jullie dan allemaal doen? Defilé, maar... Ja, er komen prachtige standen op de markt. Met divers materieel en allemaal info over het korps. En wij proberen gewoon de club een beetje meer aandacht te schenken. Ja, maar daarnet zat je een beetje te vertellen voordat ik mijn telefoontje erbij pakte. Je bent wel een liefhebber. Ik bedoel, jij hebt 6 jaar bij het Mariniers gezeten. Ja, korps is een virus. Ja, is dat zo? Is een virus. Ja, als je daar eenmaal bij gezeten hebt, raak je nooit meer kwijt. Ja, want het gaat toch, want je hebt redelijk bijzondere kleding aan. Je zei daarnet dat sommige mannen... Er zijn pakken die kan je kopen en er zijn pakken die moet je verdienen. Ja, en met deze heb jij verdiend. Ja. Dit moet je verdienen. Dit. Ja. Maar ik heb dit pak ook nog nooit gezien. Het lijkt een beetje overal. Het is... En je hebt ook een soort... zijn dit ook oude kisten? Bijna identiek aan de oude kisten. Maar wat zit daar overheen? Is dat regenbescherming? Of, het zijn leggings. Dat was, het is eigenlijk een oud-Amerikaans uniform. Oh ja? Geweest. Ja. Maar de mariniers in het begin jaren 70 liepen in deze kleding? Ik heb dit nog gekregen toen ik in dienst kwam. Maar jullie hebben ook allemaal een baret op, die is wel ongeveer gelijk, altijd hetzelfde. Hè? Die is identiek gebleven, ja. En die mag je echt niet zomaar opzetten, toch? Nee. Want de baret, waar staat dat nou eigenlijk precies voor? Wat heb je daar dan voor gedaan? Dan heb je een hele goede straffe vooropleiding gehad. Ja, want jij vertelde net, jouw eerste dag, jij kwam uit Lamswaarde. Ja. En je werd opgeroepen, want er is natuurlijk een beetje zo'n discussie van de mariniers die zitten nu in Doorn. Gaan misschien naar Vlissingen, maar jij woonde in Lamswaarde en je werd opgeroepen. Ik woonde in Zeer-Vlaanderen, zeg maar 15 kilometer van de Belgische grens af. Waar mijn standplaats was Texel, ja. Joost Doorlijn kazerne. Maar voordat jij... kijk nog één keer, want dat was eigenlijk prachtig. Jij moest naar Texel, maar dan ga je dus uit Lamswaarde naar Texel. Dan ging ik te voet naar de bushalte. Dan nam ik de bus van Terhole naar Parkpolder. Stapte Parkpolder op de veerboot, bleek ik in Kruiningen af te kunnen. Kruiningen stapte ik op de bus naar het station. Van station Kruiningen ging ik naar, volgens mij, Rotterdam, Haarlem, naar Den Helder. Dan moest ik van Den Helder moest ik te voet naar de Teso, Texels eigen stoombootonderneming, naar de veerboot. En dan kwam ik daar af en dan stond er gelukkig nog een busje.
En die bracht me naar de kazerne. En dat was precies een dag. Ja, dan was je gewoon 8 uur onderweg, minstens. Ja, ja. Was precies een werkdag kwijt. Maar dan is toch ook het hele verhaal dat de mariniers in Vlissingen, die passen ze in Vlissingen, is dat een goede plek voor ze? Ze kunnen niet beter zitten dan zonder de vleugels van Michiel. Ja, toch? Ja. En denk je dat het ook gaat gebeuren? Gaat gebeuren. Ja? Ben ik vast van overtuigd. In welke vorm dan ook? In wat voor vorm dan ook? Ja. Al was het komen ze één voor één, maar ze komen. Ja, dan zijn er duidelijk een tal. Denk jij er ook zo over? Pyramides waren ook niet in een week klaar, hè? Nee, dat is waar. Kan even duren, maar ja. Inderdaad. Langzamerhand zal dat deze kant op komen. En een bepaalde groep zal in het land blijven zitten, omdat dat snel uit moet kunnen waaien. Ja. Maar het merendeel zal deze kant op komen. En maar kort samengevat, ik kom nog graag eens terug, want het jubileum wordt het hele jaar gevierd. Het hoogtepunt is in september. In september dan bestaan wij 50 jaar. Precies. En dan zullen we onder andere Michiel de Ruiter gaan schoonmaken op de boulevard. Ah, meen je dat? Ja. En daarna volgt er nog een besloten feestje, zeg maar, voor de oudgedienden. Geen burgers erbij. Geen burgers erbij. Voor de oudgediende van het contact aan mariniers afdeling Zeeland. Want er zijn natuurlijk heel veel afdelingen binnen Nederland. Ja, daar heb ik geen idee van. Hoeveel zijn er? Ja, gewoon elke provincie heeft zo zijn eigen. Ja. Iedere provincie. En hoe groot is dat in Zeeland? We hebben het dan over hoeveel leden hebben jullie? Momenteel heeft KOM Zeeland 129 leden en een x-aantal donateurs. En die groep wordt steeds kleiner. Natuurlijk verloop, zeg maar. Vergrijzing een beetje misschien? Overlijden van een aantal mensen. En dan is die Zeeuwse Veteranendag hopelijk een mooi lustrumviering om aan het publiek nog een défilé te lopen. En dat is een beetje de achterliggende gedachte. En dan kunnen ook mensen die belangstelling hebben, kunnen met jullie komen praten. Jullie staan uiteindelijk, eindigen jullie op de markt? Of? Ja. De groep mariniers die zal op de markt eindigen en dan rond onze stand verzamelen. En dan hebben de mensen de mogelijkheid om eens met dergelijke personen te praten en te vragen hoe dat was. Hoe men erbij is gekomen, wat het gevoel is, zulke soort zaken allemaal. Ja, nou, ja, ik heb het nu hier al bij het café, wat ik graag doe, ook al een beetje wat gehoord, maar ik kom zeker even kijken die dag. Dan krijg je nog een sticker ook. Ik heb ook nog stickers, dus dan gaan we ruilen. Ja hoor. Hey, heren, dank jullie wel voor de toelichting. Tot volgende maand. Tot 8 juni.